heb net een rondje gemaakt door de moestuin. Om te kijken hoe alles erbij staat. Want we hebben gisteravond zwaar onweer gehad. Heel veel regen. En tot een kwartier geleden regende het hier ook nog best wel behoorlijk. En het is nu even droog en de zon schijnt en je ziet het. Ik heb een hemdje aan en een korte broek, dus het is ook helemaal niet koud. Maar het is dus heel nat en heel warm. Eigenlijk funest voor een aantal planten in de moestuin. Ja, en natuurlijk als eerste natuurlijk de tomaten. Nou, zo positief als ik vorige week was, dat was te vroeg gejuicht. Want ik heb van de week er zeker 10 uitgetrokken. Want dit weertype, eigenlijk tropisch. Eigenlijk het weer wat jullie vaak in Nederland hebben, dat het warm is, maar dat het ook benauwd is en drukkend. Nou, dat hebben we hier dus al weken. En dat is echt niet normaal voor hier. Normaal gesproken is die wel heel warm, maar een droge warmte. De luchtvochtigheid is de afgelopen week niet onder de 70% gedaald. Nou, en dat is dus bron voor de Phytophthora. Bron voor meeldauw. Nou, en dat zie ik nu ook verschijnen op een aantal planten in de kast zelfs. Daar zit meeldauw op de meloenen. Hier zit meeldauw in de courgette. En een probaat middel tegen meeldauw is vaak 40% of 30% melk, gewone melk, aangevuld met water en dat één keer in de week besproeien. Nou, dat heb ik ook gedaan, ook uit voorzorg al. In de kas wil dat nog niet echt aanslaan. Hier in de tuin gaat het wel iets beter. Maar ja, goed. We hebben een hele ingewikkelde zomer. Jullie vooral met heel veel slakken, maar ook heel veel nattigheid. En wij hier in Frankrijk dus met veel ziektes. Het is niet anders. De rest van de tuin, ja, die gaat eigenlijk heel erg goed. Ik heb dus eigenlijk afgelopen week niet heel veel gedaan, want het was hier heel erg warm. Nou, de gezaaide andijvie en de sla en de rode sla. Niet opgekomen, veel te warm. In de kas, de bietjes die ik heb gezaaid, wel opgekomen. Snijbiet opgekomen. De Chinese radijs opgekomen, maar het zijn lange sliertjes. Dus die moet ik eigenlijk even overzetten in een potje, zodat ze wat compacter worden. Ja, en dan is er natuurlijk toch nog een leuke verrassing. Jullie weten, ik zei vorige week al, nou die sojabonen, laatste poging. En dat is gelukt. Die staan nu prachtig boven de grond. Nou, niet allemaal, maar ik zou zeggen 80% van het zakje wat ik heb gezaaid. Nou, die staan boven de grond. Die zijn dus ontkiemd. Want ja, heel warm weer. Wel vochtig. We hadden niet veel regen de afgelopen week. Maar wel een beetje vocht. Nou, dat is blijkbaar de remedie om die sojabonen boven de grond te krijgen. Want het was hier al afgelopen week wel ja, steeds tegen de 30 graden. De borlottibonen niet allemaal boven de grond. Die zijn dan toch, ja, weet ik niet precies hoe dat kan. Ik had wel een zakje van 2022 en nog een zakje van 2021 die ik gemengd heb. Dus het kan zijn dat er een paar te oud waren. Maar goed, daar is ook het een en ander boven de grond. Ja, en voor de rest gaat het eigenlijk best wel goed in de tuin. Ja, behalve dan dus de tomaten. Maar goed, ik ga daar gewoon vanuit dat dat gaat mislukken dit jaar. Ik heb er nog wel een paar ingezet. Dat heb ik jullie een paar weken geleden verteld. Die ik heb gekocht. Hier bij het tuincentrum nog een van de laatste tomatenplanten. Nou ja, die zien er nu nog redelijk uit. Maar ja, met dit weer. En ik heb ze wel behandeld met die bicarbonaat. Maar nou, fingers crossed dat die het nog gaan doen. En zo niet, dan is er gewoon een Inis moestuin 2024 zonder tomaten. Nou, wat er nog in staat, wat er nog redelijk uitziet, dat laat ik erin staan.
En voor de rest, ja, pech. Gewoon pech. Maar wat het ook heel mooi doet, dat zijn de zonnebloemen. En ik weet niet, deze, dat is die vanilla ice. Vanilla ice. Die had ik niet afgelopen jaar, want het jaar daarvoor het zaad van een moestuinhippie. Heb ik zelf heel veel zaad van overgehouden. Nou, en dit is de eerste bloem die nu bloeit. Maar er staan er meer en achterin staan ook nog zaailingen. En daar heb ik er ook nog in gezet. Dus ja, de bloemen die zijn ontzettend blij met dit weer. Zeker de zonnebloemen. Wat het ook heel goed doet is de mais staat er fantastisch bij. Mais houdt van warmte, maar mais houdt ook wel van een vochtige grond. Dus ja, die gaan goed. En verderop, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar daar staan doorgeschoten artisjokken in bloei. En ik zei jullie al, ik heb er een paar geoogst, maar de meeste heb ik door laten schieten. Omdat ik weet dat ze prachtige bloemen geven. Nou, en die komen nu allemaal in bloei. En daar komen straks hele mooie insecten op af. Die weer belangrijk zijn voor de bevruchting van de komkommers. En van de augurken. En van de courgettes. En van de aubergines. Nou, ik heb ergens in de tuin een hele kleine aubergine gezien. Ik weet alleen niet meer waar. En het is een witte aubergine. En er hangt een kleine witte aubergine aan. Nou ja, verder in de kas, in de hoge bak, daar staan een paar tomaten. Die heb ik uitgegraven hier uit de tuin. Twee, en die heb ik in de kas uitgeplant. Die doen het nog goed. Nou ja, 2024 wordt een heel ingewikkeld moestuinjaar. Zowel voor jullie als voor mij. En dan wens ik jullie, voor degenen die met vakantie gaan, een hele fijne vakantie. Ik hoop dat jullie goede oppas hebben kunnen vinden voor de moestuin. En wat je natuurlijk altijd moet beloven aan de mensen die op je moestuin passen, dat ze zelf de groenten mogen oogsten. Hè? Want ja, dat is toch het minste wat je kan doen. Nou, wij gaan nooit op vakantie in de zomer, maar de komende weken krijgen wij wel heel veel bezoek hier. Nou jongens, nogmaals, hele fijne, fijn weekend. En als je op vakantie gaat, hele fijne vakantie. En dan zien we elkaar volgende week, want dan ga ik nieuwe zaaipogingen doen. Nou, tot dan!